Silene Frederiks en haar man Rob verloren bij de vliegramp hun zoon Bryce en zijn vriendin Daisy. Ze waren met de vlucht MH17 onderweg naar Bali voor een vakantie. Het toestel is, zo blijkt uit onderzoek, door een raket vanaf een Russische installatie uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Onder hen waren 13 mensen uit de regio Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Van Daisy en Bryce zijn stoffelijke resten gevonden, maar 2 slachtoffers zijn niet geïdentificeerd. Nu een journalist weer een stukje bot heeft gevonden op de rampplek, komt bij de nabestaanden de hoop dat er mogelijk nog meer van de slachtoffers kan worden gevonden. Hij had ook gemeld dat hij meerdere stukjes bot had gezien. Ik begreep dat hij ook niet alles had meegenomen wat hij gezien had. Ja, dan hoop je natuurlijk ergens van dat het maar geen menselijke resten zijn. Maar ja, dan komt het nieuws dat er toch menselijke resten zijn. En dan komt toch wel weer even rauw op je dak. En is het geïdentificeerd als Bryce of Daisy? Nee, het is niet van onze kinderen. Nee. De nabestaanden hopen dat er nu snel een nieuwe zoektocht komt. 2-3 keer is er gezocht. Voor een vrij korte periode. En dat was dan ook even abrupt weer gestaakt als dat het begonnen was. En we hadden al zoiets van, het kan gewoon niet. Het kan niet zo zijn dat er niks meer ligt. Het kan niet. Maar ze hebben de zoektocht ook wel erg beperkt tot de burnsite. En ze hebben altijd gezegd, daarbuiten verwachten we niet dat er iets ligt. Maar ja, wat ik begrepen heb van deze journalist, is dat dit toch van buiten dat gebied komt. De Stichting van de Nabestaanden gaat binnenkort met het Openbaar Ministerie om tafel om over een verzoek te praten. Ja, en wij hebben natuurlijk gewoon het gevoel van, er mag daar gewoon niks meer liggen. Dat moet gewoon naar hier. En als het zo makkelijk is om iets te vinden, iemand loopt daar 1 dagje rond en hij vindt van alles, dan moeten ze gewoon terug.